Als je diagnose dementie hebt gekregen, kun je in het begin nog heel veel zelf regelen. Maar er komt een moment dat het niet meer zo vanzelf gaat. Dat je hulp nodig hebt, je wensen moeilijk kenbaar kan maken en zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Zorg dan dat je die hulp goed hebt georganiseerd. Maar bij wie doe je dat dan? Waarom? En bij wie moet je dan terecht? Ik vraag het aan onze gasten van vandaag. Zou je even voor kunnen? Kan je voorstellen misschien? Ja, mijn naam is Regina van Tilburg. Ik ben advocaat. Ik heb een eigen advocatenkantoor in Sliedrecht, Mebberrecht, Advocatuur en Mediation en gespecialiseerd in familierecht. Bedankt. Ik ben Nico Papagioannou. Ik ben notaris in Sliedrecht bij Koppela Notarissen. En wij hebben een algehele praktijk, dus ook veel familiepraktijk. En we doen dat heel veel, moet ik zeggen, de laatste tijd. Ja, oké, bedankt. Mijn naam is Caroline Scheltens. Ik ben samen met mijn collega Lia Lems hebben wij sinds 2014 Scheltens & Co. Financiële Zorgverlening opgericht in Dordrecht. En wij doen bewindvoeringen, mentorschappen, curator en levenstestament en ook executeur testamentair. Okay. En mijn naam is Suzanne Langkorst en ik heet u van harte welkom bij dit Alzheimer Café. Regina, waar hebben we het nu eigenlijk over als het gaat om rechtsbescherming? Ja, bij rechtsbescherming moet je denken eigenlijk aan rechten en verplichtingen, maar ook zeker als het gaat om Alzheimer of dementie, kwetsbare groepen van de samenleving, hoe worden die wettelijk beschermd? Wat zijn de mogelijkheden? Dat kan zijn tegen misbruik van derden bij rechtsbescherming, kwetsbare groepen. Maar je kan ook denken aan bescherming tegen eigenlijk jezelf als je gevolgen van dingen niet meer kan overzien. Dus het verrichten van rechtshandelingen, kopen, aankopen van een auto bijvoorbeeld, kan je dat nog? En dan heb je het over rechtsbescherming van diegene die de aankoop doet, maar ook degene wie verkoopt. En waarom is het thema rechtsbescherming belangrijk als het gaat om dementie? Ja, als het gaat om dementie is dat denk ik belangrijk. Omdat je je kan afvragen in hoeverre dat mensen nog wel eens in staat zijn om hun wil te bepalen. Of dat ze misschien dat er misbruik van wordt gemaakt, zoals ik net aangaf. Dat mensen wat sneller geneigd zijn om een telefoonabonnement af te sluiten. Of dat er toch als het om geld gaat, andere mensen in het spel komen die daar misbruik van maken. En mensen wat goedgeloviger worden en zomaar geld oversluizen naar anderen. Dus ik denk dat daarom wel van belang is dat de wetgever dat heeft geregeld. Ja, dus dit soort kwetsbare mensen goed te beschermen. Zeker. Want er komen ook termen als wilsbekwaam, wilsonbekwaam. Kan je daar nog iets over uitleggen? Ja, er zijn eigenlijk wilsbekwaam of wilsonbekwaam. Dat is niet echt een hele juridische term. Die ligt niet vast in de wet. En je moet een goed onderscheid maken tussen wilsonbekwaam en handelingsonbekwaam. Wilsonbekwaam, dat gaat erom, is iemand nog in staat om de gevolgen te overzien? Kan hij of zij nog de informatie begrijpen die tot hem komt? En dan ook een besluit nemen en dan kijken van, wat zijn de lange termijn gevolgen? En dat is eigenlijk vooral met zorg kan je dan kijken van, kan iemand nog zien in hoeverre dat hij een bepaalde behandeling nodig heeft? Of dat er kan iemand ook nog zelf beslissen of dat diegene de zorg wil weigeren. Dus daar heb je het veel over wilsbekwaamheid. Hetzelfde geldt, daar zal de collega meer over weten, maar de aangaan van testamenten. Maar handelingsonbekwaam, dat is net iets anders. Dat is een wettelijke term. En dat is als je handelingsonbekwaam bent volgens de wet, dan mag je geen rechtshandelingen meer verrichten. Nou, wat zijn nou rechtshandelingen? Dat zijn het kopen van een auto of het kopen van een woning. Allerlei dingen, juridische overeenkomsten waar twee partijen bij zijn. Dat zijn rechtshandelingen die je kan verrichten, maar ook het aangaan van een huwelijk. Dat is ook een rechtshandeling. En als je handelingsonbekwaam bent, en dat is bijvoorbeeld in het geval van curatelen, daar zal ik straks nog wat meer over vertellen, maar als je handelingsonbekwaam bent, mag je niet zomaar zonder toestemming van een curator een huwelijk aangaan van de rechtbank.
Dan is daar toestemming voor nodig. En ook als je handelingsonbekwaam bent, dan kan er achteraf kunnen rechtshandelingen worden teruggedraaid. Dus dat is denk ik wel heel erg van belang, handelingsonbekwaam. Nou ja, goed, heb jij een telefoonabonnement afgesloten en was jij dus eigenlijk niet handelingsbekwaam, dan kan dat later worden teruggedraaid door een curator. Ja, ja, dat hoor ik nog wel eens terug, hè, dat mantelzorgers bijvoorbeeld een partner van het lastig vindt om thuis weg te gaan. Want die denkt, ja, straks staat er een verkoper aan de deur of ze bellen op. En dan heeft mijn naaste straks een abonnement afgesloten waar ik niks vanaf weet. En dan zitten we daar dan vast. Ja. Ja, dat is bij curatelen zou je kunnen zeggen. Ja, dan kan dat makkelijk worden teruggedraaid. Nu is het wel zo, als er een verkoper aan de deur komt, bijvoorbeeld voor een energiecontract, heb je meestal sowieso wel de mogelijkheid als consument om dat binnen 2 weken nog terug te draaien. Dus kan je ook wel op andere manieren kan je soms dingen terugdraaien. Ja. Maar anders is dat wat beter wettelijk geregeld. Ja, maar wie bepaalt nou eigenlijk of dat je wilsonbekwaam bent? Oh, wilsonbekwaam, wie dat bepaalt, hè? Dat is per situatie afhankelijk. Dus als je een zorgverleningsovereenkomst aangaat of naar een arts gaat, dan moet die arts per keer bekijken van, hey, is iemand nog in staat om zijn wil te bepalen? Mm-hmm. Handelingsonbekwaamheid in geval van curatelen, dus je mag geen rechtshandelingen meer verrichten. Ja. Dat wordt door een rechter uitgesproken. En dat staat dan ook vast in een register, zodat dat kenbaar is voor allerlei derden. Zodat die niet kunnen zeggen van, goh, ja, maar ik wist het niet. Want je kon dat controleren. Ja, ja, precies. Ja. Dus dat wilsonbekwaam wordt dan per keer een beetje bekeken. Dan komen we straks bij de notaris dan verder op terug. Handelingsonbekwaam, dat wordt echt door de rechter uitgesproken. Ja. Die dan wellicht ook wel documenten nodig hebben om uiteindelijk tot die uitspraak te komen. Ja, precies. Nico, kan je wat vertellen? Want ik hoor een testament, een levenstestament. Wat is het verschil er allemaal tussen? Zoals je het al zegt, een levenstestament, dat is iets voor tijdens leven. En een testament, dat is iets wat werkt na het overlijden. Dus een levenstestament is eigenlijk gewoon een heel mooi woord voor een algehele volmacht. Dus in een levenstestament geef je iemand volmacht om je belangen te kunnen behartigen. Dus iemand te kunnen vertegenwoordigen. En dat kan dan één iemand zijn, kan ook meerdere mensen zijn die je volmacht geeft. En zoals wij met een testament, is dat iets wat dus bij overlijden werkt. Dus als iemand overlijdt, stel dat iemand een levenstestament heeft, dan werkt dat niet meer, want dat vervalt bij overlijden. En als iemand dan een testament nog ook daarnaast heeft gemaakt, dan gaat het testament werken. En in een testament kan je bijvoorbeeld iemand tot executeur benoemen. En dat is dan iemand die de nalatenschap afwikkelt. Dus het is een heel verschil tussen of een testament of een levenstestament. Ja, dus levenstestament bij leven en het testament bij overlijden. Bij overlijden, ja, precies. Ja. En je noemt het al, hè, levenstestament, volmacht. Wat neem je allemaal op in een levenstestament? Dat kan je allemaal opdragen. Er kan heel veel opgenomen worden. Hè. Je kan alle zakelijke belangen, dus over je bankrekeningen beschikken. Dat je iemand volmacht geeft die dat kan doen. Bankrekeningen openen, bankrekeningen opheffen. Belastingzaken. Civiele rechtshandelingen, dus een huis kopen of een huis verkopen. Schenkingen doen, dat zie je ook nog wel eens regelmatig, dat mensen dat willen opgenomen in een levenstestament. Dus eigenlijk alle rechtshandelingen die je verbindt in een goede rechtelijk gedaan kunnen worden. En dan is eigenlijk dat het zakelijke gedeelte, maar je hebt ook nog het medische gedeelte, waarbij je ook medische volmacht geeft aan een gevolmachtigde om medische beslissingen te nemen. Dus een medisch dossier inzien. Beslissingen te nemen om iemand naar een verpleeghuis te moeten gaan. Behandelverklaringen, niet-behandelverklaringen. Dat kan er allemaal in opgenomen worden, wat je maar wilt. Ja, ja. Want stel, ik ben getrouwd met iemand en degene met wie ik trouw, die krijgt dementie en kan geen beslissingen maken. Nee. Dan mag ik niet, ook al zijn we getrouwd, daarover beslissen. Nee, je bent, ook al ben je getrouwd, ook al in gemeenschap van goede getrouwd, je bent niet de wettelijk vertegenwoordiger van je echtgenoot. Dus als de ene wilsonbekwaam wordt, en jezelf bijvoorbeeld het huis willen verkopen, dan gaat dat niet meer, want ik heb toch ook iemand nodig die duidelijk weet wat hij tekent. Dus op dat moment, dan houdt het voor mij op als notaris. En dan is de enige weg nog een onderbewindstelling of een ondercuratelenstelling. En dat kan best wel vervelend zijn, want als je een gemeentevergoeder bent gehuwd, zal het bewind op het hele gemeenschap worden gevestigd. Hè? En dan kan je zelf ook eigenlijk niet zoveel zonder toestemming van de rechter. Dus mensen moeten toch echt wel op tijd het regelen. Want als ze te laat zijn, dan kan ik het niet meer regelen. Nee.
En dan komen echt de problemen. Nee. Maar hoe check jij dat dan om te kijken of dat iemand nog wel... Hè, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, oh, nou wordt het wel spannend. Ja. Ik kom bij u en... Ja. Dan is het wel goed om te kijken of inderdaad de ander nog wel vermogend is om daarover iets te kunnen vastleggen, om die volmacht te kunnen doen. En dat is heel lastig hoor, want ik ben ook geen arts, dus wij hebben wel, onze beroepsvereniging heeft een stappenplan opgemaakt, waar je dus als je twijfelt aan iemand of die nog wilsbekwaam is, dan die stappen doorneemt. En als je echt dan denkt, hey, dit weet ik toch niet zeker, dan wil ik toch eigenlijk altijd wel een verklaring van een arts. Die verklaart dat iemand nog wel wilsbekwaam is. En als een arts dat niet wil doen, ja, dan wordt het voor mij een lastig verhaal om toch nog een levenstestament te maken. Want zoals zei, iemand moet echt nog wilsbekwaam zijn, wil hij zijn wil kunnen uiten en een akte kunnen ondertekenen. Dus dat is best wel lastig. Ja, Soms moet ik nee zeggen, ja, dan houdt het op. En dan? Ja, dan zeg ik, ga maar naar de rechter. Hè. Dan moeten ze echt een beredvoering, want dat is dan volgens mij de enige weg nog. Ja, ja, ja. Ja, dus het is, soms gebeurt dat. Ja, en dan weet je nou, hè. Ik bedoel, ik kan me ook wel voorstellen dat je moeder ineens wils onbekwaam wordt. En dat je eigenlijk niet weet of dat er iets vast ligt. Kan ik dat dan ergens opzoeken? Nou, als er ooit in het verleden een levenstestament is opgemaakt, dan wordt het in een register ingeschreven. En dan kan een notaris of een bank kan altijd in het register kijken of er iets is. Dus dat is en hetzelfde vooral met een testament. Daar is een centraal testamentregister voor, waar je ook kan kijken of er een testament is. Ja. Dus dat wordt allemaal centraal geregistreerd door onze beroepsorganisatie. Ja, kijk, het goed, het beste is natuurlijk om dat in goed overleg met kinderen of familie te doen. Ja, dat doen we best wel. Maar ik kan misschien ook voor, maar goed, dat ligt allemaal vastgelegd en dus allemaal, allemaal na te vragen. Stel, je hebt de diagnose dementie gehad en je wil dus een levenstestament. Je denkt, nou, ik wil toch voor mezelf straks goed ingeregeld hebben. Maar je hebt geen kinderen of partner of familieleden die je daarvoor in wil zetten. Omdat je ze niet hebt of dat er veel wantrouwen is tussen kinderen. En dan? Wat kan je dan? Ja, als er geen familieleden zijn, dan kan je als een goede vrienden, kennissen denken. Maar daar ben ik altijd een beetje voorzichtig mee. Maar dan is het toch wel handig om een professioneel bewindvoerder in een levenstestament op te nemen. Hè, die doen toch dat als professioneel bewindvoerder, dus dan is dat toch wel een optie, denk ik. Maar voorzichtig, als er geen familie is, moet je altijd wel voorzichtig zijn om dan niet zomaar iemand, een buurman in te nemen, op te nemen. Want dan moet je altijd, je weet nooit of iemand zijn vertrouwen beschaamt. Hè? Dus, dan moet je... Want wat is het gevaar daarmee om een volle macht? Je geeft iemand wel alle macht. Hè? Kijk, dus je kan erin opnemen wanneer het levenstestament gaat werken. Je kan er zetten, hij kan meteen ingaan, maar je blijft zelf natuurlijk bevoegd. Maar je kan er ook in zetten dat het levenstestament pas werkt als een onafhankelijke arts heeft verklaard dat je wilsonbekwaam bent. Ja. En dan kan die persoon die volmacht heeft gekregen handelingen verrichten. Alleen als je daar geen toezichthouder op zet, dus de onderbewind of degene die volmacht heeft gegeven, die is niet meer goed, dus die kan geen rekening en verantwoording meer opnemen. Dus als je daar niet iemand bovenop zet die het in de gaten houdt, dan kan zo'n gevolmachtigde alles doen wat hij wilt. Dus het is ook misbruik op de misbruik, doen. Dus het is wel een kwestie van vertrouwen in iemand. Ja. Dus dat is best wel soms lastig. Ja. En Caroline, we horen net al van Nico, als je ofwel het te laat hebt ingeregeld, of je hebt geen partner of familieleden van wie je die volmacht kan geven, dan kan je bij jou terecht. Zeg ik dat dan goed? Je kan eigenlijk voor het uitvoeren van het levenstestament kan je bij ons terecht, of als bewindvoerder of als mentor. En wat Nico net ook zei, dat toezicht, wat heel belangrijk is. Wij functioneren als bewindvoerder mentor, moet je toezicht, moet je rekening en verantwoording indienen bij de rechtbank. Wij staan eigenlijk, zijn in dienst van de rechtbank. Dus wij zijn professioneel, dus die betekent ook dat je ook niet zo gauw de misbruik op de loer ligt. En wat wij in de praktijk helaas zien, is dat toch die familieband, of het nou een lieve zoon of dochter is, er wordt toch heel vaak misbruik nog gemaakt. Nou, stel je hebt geen kinderen.
En jij wilt, je, en jouw vrouw of jouw echtgenoot heeft, heeft Alzheimer. En je denkt, wat moet er dadelijk met mijn vrouw als ik er niet meer ben? Ja. Nou, dan kan je dus in je eigen levenstestament opnemen dat op het moment dat jij niet meer, nog wel leeft, maar bijvoorbeeld niet meer geestelijk in staat bent om voor je vrouw te zorgen, dat dan een bewindvoerder en mentor benoemd wordt door de rechtbank. En dan kan je de naam al geven. Bij ons, hè, dat is, wij staan dus al in zo'n aantal van die levenstestamenten, dat je dan de naam kan noemen van wie dat dan uitvoert. Dat is eigenlijk een beetje het stukje na het overlijden ook. Zo kan je dat ook kunnen doen, kan je ook vastleggen. De belangrijkste boodschap is eigenlijk, leg het vast. En leg het vast al, ja, ook al is er nog niks aan de hand. Hè. Wij, kunnen op de, wij denken altijd dat het iets is wat je, doen we wel een keer. Maar waarom te wachten? Hè? Je kan het ook doen als je 50 bent, 60 bent. Het hoeft niet, dan heb je het alvast. En zeker in het geval als je geen kinderen hebt en een heel dun netwerk hebt, dan zou ik het zeker aanraden om het vast te leggen. Ja, dan heb ik natuurlijk over dementie, maar dan kan je elke dag wat gebeuren waardoor het ineens, ineens nodig is. Zeker, ja. Ja. En ik hoor je twee dingen noemen. Ik hoor je bewindvoering en mentorschap noemen. Ja. Wat is het verschil? Nou, bewindvoering is eigenlijk, ik ben beschermingsbewindvoerder. Dat betekent dat je dus de financiële huishouding overneemt van iemand, van rechthebbende. Hetzij wegens geestelijk of lichamelijk onvermogen. En dat wordt dan vastgesteld inderdaad door een arts of door een instelling. Of problematische schulden. Nou, daar hebben we het nou vandaag niet over. Mentor is uitsluitend dat je een soort regisseur bent van de zorg. En dat je toeziet op de kwaliteit van zorg. De mentor en de bewindvoerder samen geeft een curator. Dus in feite is het hetzelfde. Alleen wat Renate net zei, die handelsbevoegdheid. Als je curator wordt van iemand, dan is hij automatisch handelsonbevoegd. En dan is de curator degene die de handelingen mag verrichten namens de rechthebbende. Ja. Maar de mentor is dus voor de zorg en de bewindvoerder is voor het geld. Voor het geld, ja. En je zei net al, hè, soms ook als bijvoorbeeld zoons en dochter zijn, zien we ook nog wel eens misbruik. We zien heel veel misbruik. Ja. Ja. En is het dan ook zo dat je je zoon of dochter zegt, dan, die doe ik dan, die daar vraag ik bewindvoerder voor, dat die mijn bewindvoerder is of mijn mentor is? Ja. Of moet je dan eerst, het gaat alleen om een professional die rol? Nee, dat mag, dat mag. Alleen, daar hadden we het net in het voorgesprek ook over. Een bewindvoerder moet, zoals ik al zei, een rekening en verantwoording overdragen. Dus die moet heel een financieel plaatje maken van het hele jaar. Wat is er gekocht, wat is er uitgegeven, wat kwam er binnen? En de meeste, of tenminste, laat ik het voorzichtig zeggen, er zijn familiebewindvoerders die consequentie niet hebben overzien. Dat er een pakketje aan financiële verantwoording moet ingediend worden. Dus uit liefde doe je het. Dan zeg je, oké, ik ga de financiën van mijn broer, van mijn zus of van mijn regelen. Maar in de praktijk kan je misschien beter kiezen voor een professioneel bewindvoerder. Die staat er ook wat meer van af. Dus die kan ook inderdaad beslissingen nemen die misschien niet altijd vriendelijk ontvangen worden. Ja, goed, als je echt een hele liefdevolle band hebt met je kinderen, dan is dat ook misschien niet nodig en is een volmacht wel te doen. Alleen denk je, nou toch misschien kan een misbruik spelen. Ja. Dan is het goed om daarover na te denken en ook die afweging te nemen. Moet ik dat zelf op me nemen met al die financiële verantwoording die erbij hoort? Ja, klopt. Of geef ik dat dan, uit handen. Geef ik dat dan ook uit handen? Ja, en je zei al, volgens mij is dat dan genoeg als ik dat in mijn levenstestament klaarleg? Als ik, niet meer wils bekwaam ben, dat jij dan ingezet wordt? Ja. Is dat dan, is dat dan genoeg? Vraag het even aan Nico, maar dat is voldoende. Ja, dat is voldoende. En dan zou ik het ook nog zo doen dat ik heb een bedrijf, dus ik heb een aantal mensen, dat je het ook nog als bedrijf, dus als ik kan natuurlijk ook iets gebeuren en dan zou het ook niet meer, dus als bedrijf, en die is dan, die handelt onder de naam, dus het blijft altijd bestaan. Ja, ja. En als je dan zeg maar degene bent die wils onbekwaam ben, die betaalt jou dan. Is dat dan? Degene die wils bekwaam, onbekwaam is. Dus ik heb het in mijn levenstestament. Ja. Ik kan op een gegeven moment niet meer beslissen. Ja. Ik heb jou erin opgenomen. Op een gegeven moment kan ik het niet meer beslissen. En dan wordt dat van daaruit betaald. Ja. Betaald. Ja. 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 En ik kan me ook nog eens wel voorstellen dat je denkt. Ik geef het goed uit handen, hè. Laten we zeggen, mijn broer die gaat het allemaal regelen voor mijn ouders.
En ik zie op een bepaald moment, die heeft dan ook de volmacht gekregen, dat ik denk, nou, er gebeuren toch dingen die volgens mij niet helemaal oké zijn. Er worden uitgaven gedaan. Mijn moeder ziet een beetje, nou ja, ziet er niet heel erg verzorgd uit. Ik vraag me af of de zorg wel goed geregeld is. Wat doe ik dan? Ja, kijk, ik zou kijken eerst gewoon het gesprek aangaan. Want daar begint het uiteindelijk mee. Eerst een gesprek aangaan en kijken, is dat wel echt zo? En zijn er achterliggende belangen of is er iets wat over het hoofd is gezien? Maar ook het gesprek aangaan met degene die de volmacht heeft verleend. Van, goh, misschien apart met als moeder, als het om moeder gaat, dat je daarmee gaat zitten van, goh, gaat het allemaal nog wel zo? En durft ze dat echt te zeggen? Ja, helpt dat niet? Je zou kunnen kijken, want ze zou natuurlijk de volmacht in kunnen trekken of misschien het testament kunnen herroepen. Ja. En als dat allemaal niet lukt, dan kom je misschien ook al bij een rechter uit. Hè? Dus dan zou je alsnog kunnen vragen, goh, kunnen we misschien als iemand echt bewindvoerder is, dat je ontslag daarvan zou kunnen vragen. Mm. Of dat je alsnog als curator zelf zou willen worden benoemd, of als bewindvoerder of als mentor, net daarna waar, om welke belangen dat het gaat. Maar het blijft altijd lastig, want het is natuurlijk achteraf. En het is een groot deel vertrouwen. Dus ja, soms zijn gelden al weggesluist en is het heel lastig om daar nog weer achteraan te gaan. Ja, ja. 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 Ik kan me voorstellen voor mensen die dit zien, dat ze denken, oh, het is allemaal best wel een heel pittig thema. Hè, testament, levenstestament, volmacht, bewindvoering, mentorschap. Waar kunnen mensen terecht als ze denken, goh, ik zou er eens een keertje wat meer over willen weten? Nou, meestal begin je natuurlijk op internet, althans dat doe ik zelf ook. Maar dan zou ik echt, er zijn 3 websites die ik zou raadplegen. En niet allerlei andere websites, je hebt gewoon rechtspraak.nl. Mm-hmm. En als je dan op het onderwerp bijvoorbeeld curatele of bewind, krijg je echt alle ins en outs over dat onderwerp. En ook allerlei formulieren die je kunt invullen. Je kan de rechtbank bellen, je kan een advocaat bellen. Die drempel hoeft helemaal niet zo hoog te zijn, want mensen zijn echt bereid om je gewoon gratis al te helpen. Dus rechtspraak.nl, je hebt ook goedvertegenwoordigd.nl, die is ook vanuit de overheid gefinancierd en daar zitten echt juristen achter die over dit onderwerp heel veel informatie met voorbeeldvragen op internet hebben gezet. En nou ja, 9 van de 10 keer zit denk ik die vraag er al bij, dus dat is een hele mooie website. En anders ook rijksoverheid.nl, dat zijn echt wel de 3 websites waarvan ik zou zeggen, nou ja, steek daar je licht op internet en als je er niet uitkomt, bel een advocaat, een notaris, de rechtbank, een bewindvoering. Bel gewoon en ze helpen je echt verder. Ja, ja, ik kan me voorstellen, het is, nou ja, het is een heel belangrijk iets, hè, om erover, ja, na te denken. Maar het is tegelijkertijd als leek, als geen juridische achtergrond, is dat toch best wel wat informatie. Je weet soms niet wat er allemaal mogelijk is of wat er allemaal kan. En soms word je al voor een voldongen feit geplaatst. Hè? Je hebt niet overal voor gekozen, maar ik kan me een uitspraak herinneren van Gerechtshof Den Bosch. Dat was een hele bijzondere situatie. Het was een 74-jarige mevrouw met dementie. En die had 2 dochters, had zelf geen man meer. En na een contactadvertentie was ze binnen 2 weken, had ze een relatie met een meer dan 15 jaar jongere man. Die trok bij haar in. 2 maanden later gingen ze trouwen in algehele gemeenschap van goederen. Wat betekent, hè, alles is in 1 keer gezamenlijk. En daar wisten die dochters niets van af. Die kwamen daar later achter. En dan denk je misschien, nou, wat kunnen we dan nog? Nou ja, daar kan dus nog best wel wat, want in dat geval is het huwelijk nietig verklaard. Die meneer die ermee getrouwd was, die was niet de goede trouw. En een nietige verklaring van natuurlijk betekent dat het gewoon helemaal niet heeft plaatsgevonden. Dus van alles kan worden teruggedraaid. Dus dat er niet een gemeenschap van goederen is ontstaan. Dus er kan best wel veel, maar steek dan gewoon je licht op. Ja, stap daar naar waar de informatie is te vinden. Ja. Helemaal goed. Nou, ik denk een hele mooie afsluiting. Laat je goed informeren. Wees er vroegtijdig bij. Zeker. En voorkom misbruik, dus regel het goed in. We hebben zelf ook nog bij Bonkerhuis ook nog wel wat liggen. Regelen bij dementie. Dus hier zit ook nog wel de nodige informatie in die mensen bij Bonkerhuis op kunnen halen. Bedankt voor jullie bijdrage. Heeft u nu naar aanleiding van dit thema vragen of opmerkingen? Schroom dan ook niet om ons met ons contact op te nemen met het Bonklaarhuis. Onze contactgegevens ziet u zo in beeld.
Je kunt ook altijd contact opnemen met de dementielijn. Die had 7 dagen in de week heel de dag te bereiken. Op 0800 5088. Ik herhaal 0800 5088. Wil ik gelijk even mijn gastsprekers vandaag bedanken. Daarnaast mijn collega Jolanda Janmaat, Henk van der Leur en Anita de Groot, die gezorgd hebben dat deze bijeenkomst op deze manier plaats kon vinden. Ik bedank de heren van Merwe TV die de digitale opname hebben gedaan. En de locatie, het Sliedrechts Museum, waar we nu mochten plaatsnemen, die bedank ik ook. Het volgende Alzheimer Café is op maandagavond 1 november. Hou onze website in de gaten en daarin kunt u precies terugzien wat dan de activiteiten zijn. Ik bedank u hartelijk en graag tot ziens.